Ik heb goed nieuws. Jij hebt goed nieuws. Draag het goede nieuws. Je hebt een vriendin. GLR. Ja! Ik ben een GLR Insider! Oh shit! Yes! Yes! Moet beter, yes. Moet beter. Is het gratis sushi voor ons? Hallo allemaal. Hij is overbelicht. Ik ben Luc van de GLR Insiders. En hier is Rutger. Hey, wij gaan een opdracht filmen voor CAM. Camera, dat is het vak. En we moeten een achtervolging filmen. We zijn al ongeveer op de helft. We zijn de afgelopen weken en deze week dus druk bezig met de opdracht. Feestje! Yeah. Dit wordt de muziek in onze video. En Chelsea gaat daarop dansen. Het shot dat we maakten ging echt wel goed. Kijk, dit is een prachtige camera van Rutger. En we gaan dadelijk wat shots in een lokaal opnemen. Maar we gaan nu even spullen lenen bij de uitleen in de kelder. Kijk, de kelder van het Graafs Lyceum. Oeh, spooky, spooky. Hey, we hebben de spullen. En nu zijn we de camera aan het opzetten. En daar is onze hoofdactrice van de film. Hallo. We moeten hier nog even een beetje een mooi lokaalachtig iets van maken. Dat echt op een klaslokaal lijkt. Kijk wie daar is! Dario! Dario komt ons helpen met ons filmpje. Hij wilde acteren. En wat hij ook komt doen nou, wat hij nog niet weet zelf, is het geluid. Het lokaal is een beetje getransformeerd. We hebben het een beetje in een lokaal setting gemaakt. En actie. Hij is goed. Nou, en zo gaat het dus eigenlijk de hele tijd. Shot maken, goedkeuren en volgende shot. Nou, wij gaan verder met opnemen. I see you later, alligators. Hey! Even wachten, even wachten. Hey! We zitten nu bij AV Form. Yeah! Yeah! Hallo allemaal. AV Form is zo'n vak. Daarbij je de hele tijd aan het typen bent. Weet gewoon, je hebt zo de mensen daar je die video voor maakt. Je target audience. En hier leer je om over je target audience meer te weten te komen. Welkom bij het vak. Welkom bij het vak Form. Ja, maar je maakt ook allemaal van die mindmaps en zo. Gewoon, ja, gewoon alle, de voorbereiding van het filmpje en dat soort dingen. En onderzoek en dat soort dingen, dat doe je eigenlijk een beetje bij AV Form. Yo man, we zijn nu op de 7e. Shit, yo man. We zijn nu op de 8e verdieping. Helemaal bovenaan moet, helemaal met de trap of met de lift natuurlijk. Kom mee. Ik ben hier zo met mijn homie. Wat vind jij van deze les, my guy? Het is een toffe les. We leren over allemaal verschillende onderwerpen. Kijk, moodboard. Hier, zie je? Moodboard. Dit is actie. Weet je waar actie om gaat? Action moodboard. Het gaat over achtervolgingen, wapens en allemaal dingen. Dat wist je niet, hè? De action moodboard, dat wist je niet. Dat wist je niet. De bloed. 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 We zijn nu bezig. Ja. Ja, met school. Ja. Ja. We hebben eerst twee mindmaps gemaakt over twee genres. Mocht je zelf uitkiezen wat. En dan moet je uiteindelijk van die mindmaps moet je een moodboard maken. Dus eigenlijk allemaal plaatjes verzamelen. En je moet dus ook muziek verzamelen. En dan moet je je moodboard in een, tot een video editen met muziek eronder. En dan een beetje inzoomen, uitzoomen op je moodboard. Het is een paar dagen later de AV vormopdracht die we uiteindelijk moesten maken. De moodboards zijn af. Dus kijk, dit was mijn moodboard van actie. Ik heb er ook een van comedy. En kijk, dan heb je allemaal close-ups en zo, een camerabeweging en onder heb je allemaal muziek en sound effects. Nou, spannend hè. Van
Vandaag hebben wij een AV Tech opdracht. En hiermee leren we meer over de camera, over het geluid en over licht. Bijvoorbeeld nu is mijn shot over belicht. Nou, wij gaan vandaag, moeten we een nieuwsitem opnemen over het oude postkantoor. Mensen moeten we interviewen, moeten van alles doen. Hey! Hi, Timothy. En dit is Rutger, die jullie denk ik al wel kennen. Kijk, hier is het postkantoor. Hier moeten we dan een filmpje over maken. Wat vind je ervan dat het gesloopt wordt? Nou, ik vind het echt jammer, ik had het nog nooit gezien. Maar, nu ik het zo zie, dat vind ik jammer. Kijk, hier gaan we dus onze camera opzetten. Dit is ons statief. Het is een heel zwaar statief, maar wel echt een best wel goed statief. En hier hebben we de camera. Oh, oh, mooie camera zeg. Heb je daar? Nou, we moeten hier dus een microfoontje opzetten voor geluid. En dat gaan we gebruiken voor omgevingsgeluid. Want in een nieuwsitem wil je natuurlijk wel omgevingsgeluid hebben, anders wordt het ook een beetje saai. Juist. Wat goed voor jou. Dan hebben we nog een handmicrofoon zo meteen. Dit is de handmicrofoon, moet nog een kabeltje aan. En hiermee gaan we dan ja, praten. Hallo mensen, we zijn nu bezig met het nieuwsitem. Kijk, dit is de camera. En kijk, we hebben even een, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, we hebben een rood randje om Rutger heen gezet, want dat is een peaking. En dan kunnen we zien of hij in focus is. Want kijk, als ik de focus verleg, dan zie je dat Rutger helemaal uit focus wordt en dus niet op rood gaat nu. Dus wij gaan nou met deze prachtige mooie camera dus even wat sfeershots maken van dit gebouwtje hier, het postkantoor. En wat we daarna gaan doen is naar dit mooie gebouw, want ik krijg een gratis hamburger voor mijn verjaardag. Woehoe! Wow. Nou, jullie moeten even blij zijn, even opnieuw. Yeah. Oh, jij. Ja, kijk eens. Ja, mag jullie interviewen alsjeblieft? Oh, ja, wil je ons? Oké. Okay. Zou ik u misschien kunnen interviewen? Ja hoor. Zou je de vraag kunnen herhalen als ik hem aan... Nee, dat kan ik niet. Naast het normale postkantoor.